Hier in Parijs kun je niet om de Olympische Spelen heen. De openingsceremonie, de wedstrijden, het wordt allemaal in het centrum van de stad georganiseerd. Dus Parijs staat echt op zijn kop. Veel van de drukste plekken in de stad zijn omgetoverd nu tot wedstrijdlocaties. En daarom staan overal hekken, staan overal bewakers en agenten. Veel horeca is dicht en veel winkels zijn gesloten. On travaille moins, donc pour l'instant c'est pas bon pour nous. C'est une grande organisation. Ah ben oui, c'est une fois dans ma vie les Jeux Olympiques à Paris, je suis content, très content. In deze video laat ik je zien hoe Parijs is klaargemaakt voor de Spelen en wat dat betekent voor de Parijzenaars. We zijn in het centrum van Parijs en zoals je ziet, er is hier geen auto te bekennen, want je mag hier bijna niet meer in de auto rijden. En ook de metrostations in de omgeving die zijn gesloten, dus we moeten wel lopen. In dit hele gebied rond de Seine kun je tijdens de opening van de Spelen niet komen met de auto en nauwelijks met het openbaar vervoer. En het gebied rond de belangrijkste locaties, de zogenoemde grijze zone, daar kom je ook te voet al moeilijk in. Dit deel van Parijs kom je alleen binnen met een speciale pas. Dat is zo'n pas met een QR-code uitgegeven door de politie van Parijs. Zonder zo'n pas kom je er echt niet in. Je dois montrer mon passe à chaque fois que j'entre dans la zone grise et donc on perd un petit peu de temps et puis visuellement c'est pas très joli et aussi c'est compliqué de se déplacer. C'est un peu compliqué même pour aller travailler, il faut avoir un passe, etc. Enfin, c'est une grande organisation. Écoutez les oiseaux, il n'y a pas de voiture. Mon chien a le parc pour lui tout seul, c'est vive les Jeux Olympiques. Onder de Eiffeltoren, daar wordt straks gesport, maar in dat prachtige gebouw daar, het Grand Palais, wordt ook gesport. Ja, en hier in het water van de Seine, daar wordt straks gezwommen. Over deze brug over de Seine lopen normaal duizenden mensen per dag. Van de Champs-Élysées aan die kant naar Saint-Germain-des-Prés hierachter. Maar nu is er dus niemand, bijna niemand, want de brug is afgesloten. En er worden hier alvast tribunes gebouwd voor straks, voor de openingsceremonie. C'est vrai que ça change beaucoup le paysage, surtout pour les touristes. C'est vrai qu'on ne voit pas vraiment le vrai Paris. Après, c'est pour une bonne cause, les JO, donc c'est quand même cool d'accueillir les JO à Paris. Ik vind het geweldig om te zien, vooral omdat de locaties van de sportwedstrijden bij de hoogtepunten van Parijs liggen. Dat is wel een mooie bijkomstigheid bij een bezoek in Parijs op dit moment. Ja. Overal langs de Seine staan tribunes en er zijn ook ontzettend veel agenten op de been. Alleen al tijdens de openingsceremonie lopen er 45.000 politiemensen rond en de dagen daarna zijn dat er steeds 35.000 per dag. Dit is wel een bijzondere plek hierachter. Dit is Place de la Concorde, die enorme rotonde aan het eind van de Champs-Élysées. Normaal echt een superdrukke verkeersader. Maar nu is het één groot sportterrein geworden met ongelooflijk grote tribunes. Hier worden straks competities gehouden voor onder andere BMX en breakdance. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar wat de Olympische Spelen nou precies opleveren. En de meeste onderzoekers die zijn het wel eens, de netto-opbrengsten zijn heel erg gering. Want Olympische Spelen leveren wel geld op, maar ze kosten ook ontzettend veel. En ook voor de lokale ondernemers is het een spagaat. Want de Spelen trekken veel toeristen aan, maar die moeten je natuurlijk wel kunnen bereiken. Hoe zijn de klanten? Bah écoutez, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas là parce que nous avons des barrières. Bah concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a une grosse baisse de touristes et on a aussi une grosse baisse de chiffre d'affaires. Donc au niveau de la clientèle, on a une baisse du chiffre d'affaires à 98%, 95% facilement. Je pense que ça va bien parce que là, ça commence. Là, j'ai pas mal de touristes déjà. Cette année, je travaillais beaucoup mieux de l'année dernière dans cette période-là. Uit veel studies blijkt dat steden, landen en politici de Olympische Spelen vooral als een prestigeproject zien. En dat is hier in Parijs ook zo. Miljoenen mensen over de hele wereld gaan naar de Olympische Spelen kijken op televisie. Dus Parijs wordt internationaal weer eens op de kaart gezet.